Waterschool Karakter, een prijs gewonnen met het beste idee van de ronde. Ja. Wat is jullie idee? Ons idee is om een theaterstuk te maken met kinderen van groep 6, 7, 8 van de basisscholen in Dronten. En om die eigenlijk elke basisschool een afgevaardigde uit deze klasse te laten komen. Ze krijgen dan les van een echte regisseur en theatermaker in de Meerpaal in Dronten. En dan wordt het theaterstuk gemaakt met de inhoud van hey, wat is geld eigenlijk, wat betekent dat, hoe duur ben ik zelf eigenlijk, wat kosten de dingen die voor mij zo gebruikelijk en normaal zijn. En de bedoeling is dat we dat gaan aftrappen op een daadwerkelijke première van het theaterstuk. Zodat de kinderen het ook kunnen opvoeren voor hun eigen ouders en meesters en juffen. En de inhoud van het theaterstuk wordt gebruikt daarna als lesmateriaal wordt meegegeven aan de scholen. Om kinderen ook daadwerkelijk onderwijs te kunnen geven over geld. Het is een idee in het kader van de armoedebestrijding. Wat hebben mensen die in armoede leven of die het niet te breed hebben, wat hebben die er concreet aan? Wat ze eraan hebben is dat ze veel meer, dat we eigenlijk willen openbreken dat het oké is om over geld te praten. Dat het oké is dat geld een heel spannend onderwerp is. En dat we juist door middel van de kinderen en hun vrijheid daarin willen dat ze ook thuis kunnen komen en kunnen praten over hey, weet je wat ik nu heb meegemaakt en weet je eigenlijk wel hoe duur ik ben en als ik nu ga douchen dan kost me dat zoveel cent. En hoe doen jullie dat eigenlijk? Dus we willen eigenlijk het onderwerp geld en dus ook de moeite die daarmee kan zijn bespreekbaar maken op deze manier. 5000 euro, kunnen jullie daarmee uit de voeten? Dat gaan we zeker proberen, ja. Ja, we hebben ook daadwerkelijk de Meerpaal al meegekregen in het idee. Die zijn ook super enthousiast. De regisseur die dit gaat doen is, staat ook helemaal achter het idee. Dus we gaan het zeker redden met die 5000 euro. Blij mee? Heel erg, ja, absoluut.